Oké, beste mensen. Waar we het vandaag allemaal voor doen. De reden dat we leren om te reanimeren is dat er sommigen onder ons op een moment in het leven gered moeten worden door een reanimatie. En vandaag is hier een groep mensen die gereanimeerd zijn en die het hebben overleefd. En we gaan ze even oproepen. Beste overlevers, komt u maar het podium op. En een groot applaus. Dankjewel. Kom maar. Moet maar even door, want het is een grote groep, gelukkig hè. Hoe meer, hoe beter. Aan alle kanten komen ze toegestroomd. Nou, er staan nu heel veel camera's op u gericht. Dus we geven even de pers de kans voor een fotomomentje. Komt u maar even bij staan, meneer. Dames en heren, ik vind dit een heel bijzonder moment. Wat laat zien hoe belangrijk het is om te leren reanimeren. U ziet, een hartstilstand kan voorkomen op alle leeftijden, jong, oud, man, vrouw. Kan iedereen overkomen op een onverwacht moment. En dan hangt het ervan af wie dat ziet gebeuren en of die de juiste handelingen gaat verrichten. We hebben daar straks met z'n allen over gesproken. En dan hoor je toch dat er vaak een geluksfactor bij is, waardoor het succesvol is afgelopen. Helaas is dat niet altijd het geval. En wat ons streven is, maak die geluksfactor zo klein mogelijk. Het moet structureel in onze samenleving ingebed zijn dat een hartstilstand onmiddellijk adequaat wordt behandeld. Ik ben cardioloog, ik werk in het ziekenhuis. Als er buiten het ziekenhuis een hartstilstand plaatsvindt, daar kan ik niks aan doen. De mensen die het zien gebeuren, die moeten de juiste handelingen verrichten. En daar doen we het allemaal voor. En ik vind deze mensen die hier bij elkaar zijn een prachtig voorbeeld van hoe goed het kan gaan. En dan wou ik eens heel even vragen. We hebben straks eens even uitgerekend hoeveel gewonnen levensjaren we nu hebben. En we kwamen op een getal van 93 jaar. Dus hier ziet u bijna een eeuw extra overleving dankzij de inspanningen van de mensen die op het moment dat de hartstilstand plaatsvond adequaat hebben gehandeld. En we hebben ook eens gekeken wie het kortste tot nu toe de hartstilstand heeft overleefd. Dat was 1 jaar. Wie waren dat? 1-jarige? 2 man. En degene die het langst heeft overleefd, en hoe lang hebt u het overleefd, zeg het maar eens in de zaal. 11 jaar. 11 jaar. Na zo'n reanimatie kun je emoties voelen bij de mensen die het gezien hebben gebeuren, de partners, de mensen die de reanimatie hebben uitgevoerd. En ook bij de mensen die de reanimatie zelf hebben ondergaan. Dus het is heel belangrijk om daar rekening mee te houden. En als we het over reanimeren en hartstilstand hebben, zijn dat hele serieuze zaken. Naast de technische vaardigheid die je opdoet om dat mee te nemen. En dat moeten we dus naast het leren van reanimeren ook heel goed beseffen, dat we met een onderwerp te maken hebben wat met belangrijke emoties gepaard gaat. En dan wil ik toch met een heel vrolijk einde sluiten. En dat is dat onze voorzitter van de Stichting Reanimatie Estafette, de overlevers en de penningmeester, onder luid applaus van de zaal de mensen een bloemetje gaat uitreiken. We beginnen van deze kant. Pas op, pas op, pas op, pas op. Dat zal lukken.
Misschien willen de mensen van de Stichting Reanimatie Estafette erbij komen staan. Dan maken we weer een leuke foto. Kom dan maar even bijstaan. We moeten allemaal wel een beetje in elkaar gaan. Ja, dat lukt wel, hè? Dat lukt wel. Niet op de achtergrond, gewoon lekker zichtbaar. Petra, waar is Petra? Petra komt ook nog. Dan is de foto compleet. Ja, die komt aangelopen. Ik zeg gelopen. Petra, kom maar even naar voren. Het mag best wel eens gezien worden. Petra zet zich enorm in voor de reanimatie. Een applaus voor Petra. Petra.